Normaal hebben we altijd na de pauze, hebben we altijd Brenno de Winter met de kraak van de maand. Maar ja, we gaan de hele avond kraken, dus ik denk, waarom nog langer wachten? Dames en heren, hier is Brenno! Hey man. Ja, lekker. Ja, Brenno, nou welkom. Deze keer in het begin van het programma. Maar voordat we gaan beginnen over wat er allemaal gekraakt is de afgelopen maand, wil ik je eerst nog even hartelijk feliciteren. Want hij heeft namelijk de ISOC Award gewonnen voor Lektober. En Lektober, dat was vorig jaar een hele maand lang, maakte allerlei hacks bekend en zo. Allerlei data die op straat lagen. Om een beetje de bewustwording onder de mensen te creëren. Dat noemen we ethisch hacken, ook wel eens white hat hacken. Je laat zien, ik kan erin, dus doe er wat aan. Maar ja, wat zei de jury over toen ze eenmaal jouw project hadden bekeken, de prijs hadden uitgereikt. Ze zeiden, hoewel de jury overtuigd is van de ethische verantwoordelijkheid van de journalist Brenno de Winter en de webwereld, hebben we wel vraagtekens bij de normen en waarden van vele copycats van deze actie. Is het daarna een paar keer misgegaan of zo? Nou, je ziet dat sommige media bijvoorbeeld, als er een lek is, dan echt zo korte tijd geven dat er weinig, dat eigenlijk zo'n bedrijf of organisatie weinig meer kan doen. En daar werd vooral op geduld. Want wat wij wel elke keer bij Lektober hebben gedaan, is voldoende tijd geven om dingen te fixen of te zorgen dat een systeem offline is. Of in ieder geval dat misbruik niet meteen nog een keer kan doorgaan. Ja. Nou, één voorbeeld waar dat niet was gelukt, was een bedrijf dat was gehackt. En daarna hebben ze de dienst gerepareerd en toen bleek ze nog even lek te zijn. Ja, dat kun je natuurlijk gewoon als media niet voor zijn, maar in andere gevallen dus wel. Ja. En de ISOC, even voor de mensen, de Internet Society. Ja. En waarom is het belangrijk om van hun een award te krijgen? Nou ja, dat is natuurlijk de groep mensen die zich druk maakt over wat er gebeurt op internet. En wat voor mij altijd heel erg belangrijk is, als je iets wint, dat je er niet zelf om hebt gevraagd. En daar heb ik gewoon heel erg een hekel aan. En daarom was ik wel heel dankbaar voor. Ja. Oké. Nou, afgelopen maand is er heel veel gebeurd. Ik heb een paar dingetjes even voorzichtig aangeraakt. Maar wat is er allemaal gebeurd? Nou, ik vond het nieuws van vandaag wel dat Henk Krol vertelde dat hij dus wordt vervolgd voor het hacken van een medisch dossier van een organisatie in Brabant. Dat heeft labuitslagen. En dat voor de mensen, Henk Krol, dat is de partijleider van 50+. Hè? Dus hacken is niet alleen iets voor jonge knulletjes. De oudjes kunnen er ook wat van. Hè? Ja, nou dat was wel grappig, want hij wordt dus nu aangeklaagd voor hacking. Hij wordt aangeklaagd. En het grappige was, hij zei van ja, ik kan amper mijn Facebook-account beheren. dus ja, we hebben dus nu een hacker die eigenlijk amper kan Facebooken. Ja, en Facebooken misschien ook niet. Maar in ieder geval, ja, dat was wel heel erg apart. En dat maakt meteen natuurlijk ook de discussie van ja, hoe ver mag je gaan en hoe ver mag je niet gaan. Ja. Een pincode die zeg maar was verklapt, waardoor je bij duizenden dossiers, en het is echt letterlijk een viercijferige pincode, zou dan dus al te ver zijn. Mm-hmm. Ja, we hebben natuurlijk het Groene Hart gezien. We hebben, het Groene Hart, wat was daar aan? Het Groene Hart ziekenhuis, daar hebben we het vorige maand ook nog even over gehad. Dat was dat lek waarbij uiteindelijk achter een wachtwoord medische dossiers verborgen stonden, de gegevens van 500.000 mensen stonden. We hebben natuurlijk. Het wachtwoord was Groen 2000, geloof ik. Ja, Groen 2000. Dus als u van het Groene Hart wil weten. Nee, dat zal nu wel zijn aangepakt. Is het inmiddels aangepakt? Dat weet ik niet, maar daar gaan we toch wel eventjes vanuit. Nou ja, probeer het even op de laptop. Hè. We zien wat eruit komt. Waar is hij trouwens? Ja, gaat het nog goed met de laptop? Is die al geïnfecteerd? Nee, via gaat het. Oh, kijk eens aan. Nou, dat is hartstikke mooi. Via gaat het. Maar hij doet het dus nog, ja. Maar dat Bart de Koning verjaardag nodig. Nou goed, dat komt zo meteen wel. Het is altijd voor een vriend, hè? Dat sowieso. Ja, als het je vriend is. We zijn er verder nog heks. wat vorige week natuurlijk in het nieuws was en wel heel pijnlijk. En dat hoor je ook steeds vaker bij industriële systemen. Nu weer een kerncentrale. We hebben vorig jaar natuurlijk dat stuks net gezien. Dat dus aanvallen ook wel in vorm en in agressie heel erg toenemen. En ook wel echt gevaarlijk kunnen zijn. Ja, wat even voor de duidelijkheid. Dat stuks net, hè, dat was echt heel heftig. Van wie kwam dat nou? Want je hoorde heel de tijd discussie. Ja, Amerika met Israël. Maar dan was het Zouden we eigenlijk...
Zouden eigenlijk dan eens aan de eerste rij moeten vragen. Maar waarschijnlijk komt het uit Israël. Ja, ja. Dus echt staten echt, die... Echt gericht op het om zeep helpen van de centrifuge voor de opwerkingscentrale daar. Nou, wat je er ook van vindt, het is natuurlijk wel een teken aan de wand dat dit soort dingen steeds meer vorm krijgt. Dus dat is wel zorgwekkend. Ja, het is echt cyberwar. Niet alleen een scriptkiddie die wat geks doet, maar echt tussenstaat. Nou ja, er was vandaag natuurlijk het verhaal weer dat er weer een Amerikaanse drone zou zijn gehackt door de Iraniërs. Okay. En dan valt u dus in te zetten tegen de Amerikanen in plaats van tegen de Iraniërs, wat natuurlijk het doel was. Ja. Dus ja, dat zullen we steeds meer gaan zien. Dat het dus ook steeds geavanceerder en gericht gewoon ook gaat worden op oorlogsvoering. Want dat is het natuurlijk ook. Ja, het is echt oorlog tussen staten. En speelt Nederland daar nog in mee? Want ja, we zijn natuurlijk een klein landje, niemand kent ons. Maar... Ja, Nederland speelt er wel in mee. We hebben daar serieus budget voor gemaakt. Ik ben er zelf niet zo enthousiast over. Want de gedachte, als je wil oorlog voeren, moet je lekken hebben. Nou, als je lekken hebt en mensen melden dus lekken aan bij de overheid, wat ga je dan met zo'n lek doen? Ga je zorgen dat het gedicht wordt? Maar ja, dan kun je het niet meer misbruiken om oorlog te voeren. Ja. Dus wat doe je er dan mee? Dus ik vind dat een hele ongelukkige keuze. Ja. En ik zou liever zien dat we kiezen voor het dichten van die lekken. Ja. En een beetje toch make love, not war, zeg maar. Ja. Mooi zou het zijn. Ja. Maar ja, zo wordt niet gedacht bij de regering. Minister Opstelten heeft een hele reeks maatregelen aangekondigd. Ja, erg interessant. In ieder geval in de Kamer goed over gediscussieerd, waarmee digitale veiligheid ook weer op de kaart komt te staan. Ja, ze volgen TikTok op de voet, hè, want ze komen donderdag aan de beurt om erover te discussiëren. Ja. Ja. Want een van de voorstellen die hij had was om policeware in te voeren. Dus dat de politie ook kan gaan terughacken. Je hebt bijvoorbeeld zo'n geval bij Robert M. Ja, dat is een heel netwerk, zit over de hele wereld. En dan krijgen mensen die van de opsporing zijn, mogelijkheden om die computers te hacken en erin te kunnen, bewijs vast te leggen, dingen te blokkeren, dat soort dingen. Nou, dat is hartstikke mooi, zou je denken. Ja, dat zou je denken, maar wat is dan de basis waarop je dat doet? Want je doet het heel vaak in een ander land en dan zeg je van ja, maar de Nederlandse wet is overtreden. Ik denk niet dat ze daar in Iran of in andere landen heel erg van wakker liggen dat ze de Nederlandse wet overtreden. Wat hier illegaal is, hoeft daar niet illegaal te zijn. Mm-hmm. Dus het is niet zonder risico. Je kunt er uiteindelijk toch wel met een internationaal conflict te maken krijgen. Okay. Dus moet je toch wel een paar keer achter je oren krabben of je dat nu per se wil. Dus dan gaat de Nederlandse regering een botnet bijvoorbeeld of een computer die staat aan ergens in Roemenië. Dat, die gaan ze dan hacken en dan krijgen wij oorlog met Roemenië. Dat ze zeggen van... Nou, dat is wat ingewikkelder dan dat. Want als je het echt zou weten, ik doe het in Roemenië, dan mag het bijvoorbeeld al niet volgens verdragen. Mm-hmm. Maar als je het zo zegt, ik doe het via netwerken die, zeg maar, waarvan je niet precies weet waar je wat hackt. Oh ja, tuurlijk. Hè, ja. Dat Tor-netwerk. Is daar een voorbeeld van, dan weet je dus niet waar je de aanval doet. Dan kan het bij wijze van spreken het huis naast jou zijn. En het kan ergens aan de andere kant van de wereld zijn. En het kan in een of andere schurkenstaat zijn. Ja. Je weet het dus niet. En dat maakt het dus ook de discussie heel ingewikkeld. Van moet je dat nu wel of niet gaan toestaan? Ja. Dus, maar de lijn is dus nu wel om dat te gaan doen, ja. Oké. Okay. Nou, ben benieuwd. Hebben we in ieder geval weer nieuws? Ja, het lijkt dat er een kamermeerderheid is. Dus de kans dat het erdoor komt, dat lijkt wel vrij groot te zijn. Goed. Had je verder nog hacks? Want anders wil ik overgaan naar de vragen. Want het was wel leuk, want van tevoren hadden we mensen gevraagd Brenno is iedere keer, mensen vinden het ook leuk, YouTube-films worden veel bekeken. Maar als jullie nou zelf een veiligheidsvraag hebben, je vraagt je bijvoorbeeld af, hoe kom ik van die spam af? Of ik had laatst dit op mijn computer, hoe zit dat nou precies? Dan is hij daarvoor, hier, vanavond. Dus straks aan het einde van de eerste helft, dan ga ik even daar staan, dan ga jij hier staan, en dan kunt u alle veiligheidsvragen waar u al lang mee zat, stellen aan Brenno. We hadden hier al via de e-mail eentje gekregen. En dat was blijkbaar iemand die er al eerder was. Ik neem aan dat hij bij de privacy aflevering was, want hij noemt zichzelf John Doe. Ik zal niet zeggen, John Doe, waar zit je? Want je noemt jezelf niet voor niks zo. Zijn e-mailadres is in ieder geval... Nee hoor, dat zou ik niet zeggen. Dat is flauw. Hallo TikTok. Brenno de Winter gaf in de vorige uitzending het advies om een VPN te nemen voor het beveiligen van een internetverbinding. Dan wel gsm, dan normale pc. Zoeken via Google voor 5 euro geeft al een aantal resultaten. Echter, ik hoor van diverse bronnen dat het oppassen is met diverse VPN-aanbieders. Niet elke VPN-aanbieder respecteert je privacy en bewaart de gebruiksgegevens goed. Nou, graag zouden mensen van de computerclub, ik weet niet of dat HCC is, maar men noemt zichzelf de computerclub, willen weten welke VPN nou betrouwbaar is. Heb je advies op dit gebied? Nou, dat is
Er zijn natuurlijk niks te verkopen, dus je mag niet zeggen, je moet die kopen. Maar... Nee, maar dat is ook dit is een onmogelijke vraag. Waarom? Je kunt nooit de garantie geven dat een partij betrouwbaar is. Je kunt alleen de garantie geven dat de partij niet betrouwbaar is. Oké, okay. Welke zijn absoluut niet betrouwbaar? Nou ja, dat is gelijk. En dat is het tweede waarom het onmogelijk is. Iedere VPN-provider die zich meteen onbetrouwbaar opstelt, waarom zou ik daar nog zaken mee gaan doen? Het hangt er heel erg vanaf, wat wil je met een VPN bereiken? Als je niet wil dat je bijvoorbeeld getapt wordt of afgeluisterd wordt, of dat je op een station zit met je wifi, en je wil dan zeg maar niet dat daar mensen meeluisteren, dan maakt het in principe niet uit welke provider je precies hebt. Als je bang bent dat later zeg maar jouw sporen worden gevonden, dan moet je een provider hebben die daadwerkelijk niet logt. En niet loggen en beloven niet te loggen, dat zijn echt wel twee dingen. Dus dat is best ingewikkeld. Okay. Dus ik ga niet roepen van, die moet je absoluut nemen. Er zijn er een heleboel. Andere zijn weer merken die worden doorverkocht onder een ander label. Dus dat is gewoon heel lastig om... Dus ik stuur me eigenlijk met een kluitje het riet in. Ja. Wat gebruik je zelf voor VPN? Dat willen we wel weten natuurlijk. Ja, ik gebruik er een vijftal. Ik ga ze niet allemaal noemen. Dat weet je natuurlijk. Ik ga geen reclame maken voor welke partij dan ook. Maar het is gewoon niet mogelijk om te zeggen, deze zijn nu perfect. Als het allemaal heel gevoelig is, dan ben ik zelf iemand die dan een VPN gebruikt en daar overheen het zogenaamde Tor-netwerk. Ja. Dat Tor-netwerk, daarmee heb je meer anonimiteit. Er zitten ook wel weer risico's aan. Dat is de Onion Router, heet dat ding. Dus je gaat steeds via verschillende IP-adressen en dan uiteindelijk weet je niet waar het vandaan komt, toch? Precies, dat is eigenlijk het idee. En als je dat over een VPN doet, dan wordt het wel heel lastig om te achterhalen waar iemand vandaan komt. Ik gebruik dat heel erg veel, bijvoorbeeld bezig ben met journalistiek onderzoek. Ja. Omdat meteen zeggen van, hallo, hier ben ik. Dan weet de andere kant ook al dat je aan het onderzoeken bent. Goed. Dit soort vragen, denk er even over na. Straks over een half uurtje, dan gaan we daar staan, gaan we nog beantwoorden. Helemaal had mooi, je verder nog iets op je leven? Ik zou het niet meer durven te zeggen. Oké, hartelijk applaus voor Brenno de Winter. Hoi. We zijn alweer aan Brenno toegekomen, want heeft u inmiddels al wat vragen bedacht? Ik zou Brenno, kom er even bij staan. Dan ga jij hier staan. En dan ga ik naar beneden toe, want u moet natuurlijk wel een microfoon onder de snuffert hebben. Pagina 13 was het, hè? Ja. Goed. Heeft er iemand een urgente veiligheidsvraag aan Brenno? Dit is uw moment als u denkt van, goh, kom ik daar of daar nou vanaf? Ik geloof daar twee in ieder geval. Ja? Dus. Oh, kom even erbij. Wat leuk. Ja, kom even erbij. Ja, even de muziekje voor hem. Ja, dat is genoeg. Goed. Hallo. Ik vroeg me af of Usenets of Nieuwsnets veiliger zijn dan Torrenter. Oké, zijn Usenets of Nieuwsnets veiliger dan Torrenter? Dat moet je even uitleggen. Noem drie termen waar ik nog nooit van heb gehoord. Ik vroeg me af of downloaden van een nieuwsserver veiliger is dan van een torrentsite. Een torrentsite, dat is waar je dingen kan uitwisselen. Ja. Elkaar. Okay. Brenno, wat is veiliger? Waar ben je bang voor? Whatever, ja. Maar dat is natuurlijk heel breed. Ben je bang om gepakt te worden bijvoorbeeld? Of kwaadaardige dingen? En moet je niet te hard zeggen, want de politie zit daar achter je. Dus, Pip komt zelf aan de beurt. Ja. Waar ben je bang voor? Wat kan er misgaan? Virussen. Dus dat via die torrent site dan weer iets op jouw computer wordt gezet. Is dat zo, Brenno? Ik denk dat lood om het ijzer is eigenlijk. Dus helemaal niet bang voor te zijn? Juist wel. Als je daar bang voor bent, is de kans dat je daar oploopt sowieso heel erg goed. Misschien kunnen we trouwens een testje met die laptop doen, dan weten we het zeker. Maar in principe, alles wat daar staat, het is heel lastig om de kwaliteit daarvan te beoordelen. Dus je loopt altijd risico natuurlijk op het moment dat je gaat downloaden, dat je daar dus ellende mee krijgt. Wat je wel kunt doen, als je bang bent, maar ik zou natuurlijk nooit adviseren om te gaan downloaden. Maar wat je wel zou kunnen doen, is dat we dingen doen in een zogenaamde virtuele machine. Die kun je dan na tijd weggooien als je klaar bent met kijken en dan gewoon weer een nieuwe neerzetten. Daarmee verklein je het risico. Maar nogmaals natuurlijk, straks mag downloaden niet meer en dan ben je heel stout. Dus gewoon documenten delen. Sorry? Gewoon documenten delen. Ja, documenten delen, dat is overal even risicovol. Ja,
Die met die plaatjes met blote dames. Hangt een beetje van je afzender af, hè? Goed, is de vraag zo'n beetje beantwoord? Ja. Oké, nou, hartelijk dank. Een applaus voor hem. Ja. Goed, nog een urgent. Oh, u bent er al. Ik kijk weer de andere kant. Nou, fijn dat u er bent. U heeft een vraag voor Brenno. Ja, u had het over VPN-verbindingen. Hoe is het in de gezondheidszorg naar uw idee? Als iemand medewerker is van een ziekenhuis bijvoorbeeld en hij kan een medische dossier kijken via een VPN-verbinding thuis. Heb u enig idee dat men erop toeziet dat iemand zijn inlog weer inlevert als die ontslagen wordt? Oh ja, dat is ook een goeie. Ik heb de vraag maar half kunnen horen. Dus ik... Ik hoorde mezelf iemand wel. Snap maar ik. Als je dus een VPN-verbinding hebt, je werkt in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in dat Goudse ziekenhuis, je wordt ontslagen en je gaat vervolgens bij een verzekering werken of een hypotheekverstrekker, een bank. Dan kan je dus in medische dossiers. Ziet er iemand op toe in de gezondheidszorg bijvoorbeeld, dat je je VPN-inlog inlevert? Volgens mij gebeurt dat niet. Dat hangt van de organisatie af. Dus dat is heel lastig om te zeggen. Maar wie is daar verantwoordelijk voor, naar uw idee? En gebeurt het überhaupt? Inderdaad, twee vragen. Wie is de verantwoordelijkheid voor? Dat is of de security officer of de privacy officer in zo'n organisatie. Gebeurt het? Ja, dat hangt echt van het volwassenheidsniveau van een organisatie af. Je hebt bijvoorbeeld bedrijven als Deloitte, die onderscheiden 5 niveaus van volwassenheid. Mijn ervaring is helaas dat heel veel zorginstellingen toch ergens onderaan bungelen. En over dit soort situaties gewoon te weinig nadenken. Zoals trouwens heel veel andere bedrijven ook. Dus dan is er nog steeds een kans dat mensen erbij blijven kunnen. Maar wat je idealiter zou moeten doen, is natuurlijk op het moment dat iemand uit dienst gaat, meteen met die handeling ook al zijn accounts intrekken. Ook zijn e-mail en noem maar op. En als dat niet gebeurt, is dat denk ik wel iets van een misstand dat je of intern wil melden. Of je zou het kunnen melden bij bijvoorbeeld de overheid. Maar dat is wel iets waar je urgent iets aan wil doen. Ja. Maar die persoon zal dat zelf niet doen natuurlijk. Nee. Dus ik zou zeggen, dames en heren, probeer het eens inderdaad. Bij uw ex-werkgever inloggen. Nee, maar ik zou me best wel kunnen voorstellen, stel dat u in die branche werkt, dat bij u in die organisatie onvoldoende is geregeld, dan zou ik wel zelf die vraag eens gaan opwerpen van, doen we dat wel goed? En daar toch gewoon eens in werk overleggen van, jongens, dit is wel belangrijk, want we hebben een medisch geheim. Er is wetgeving die verbiedt dat je dit soort dingen blijft bekijken op het moment dat er geen medische noodzaak voor is. Dus ik zou dat dus absoluut gaan melden. Ja. Het is natuurlijk wel de meest grote nachtmerrie als op een gegeven moment iemand een andere persoon gaat aanspreken op het feit dat hij of een alcoholprobleem of een aidsprobleem of wat dan ook heeft, op basis van het medisch dossier, of dat er opeens dingen aan worden toegevoegd die ook niet waar zijn. Het zou een beetje lullig zijn als iemand een zwaar diabetes zou zijn en opeens dus flink insuline wordt gespoten op het moment dat er eigenlijk helemaal niets aan de hand is. Oké. Dus als u het wachtwoord nog heeft, wees er voorzichtig mee. Hè? Hartelijk dank. Okay. Goed, ja, applaus. Nog eentje, kom op. Wie durft? Ja, kijk eens aan. Ik stond een beetje te kijken van die wachtwoordtip. Maar het is veel belangrijker dat je niet hetzelfde wachtwoord herbruikt. Oh, die was ik vergeten. Ja. Inderdaad. Dat is inderdaad, heel belangrijk. Dat je niet één wachtwoord hebt voor alles. Hè? Dat je verschillende wachtwoorden hebt. Oké, maar wat is de zin van de wachtwoordtip? Want allemaal die wachtwoorden kan je toch niet onthouden. Dus je hebt iets nodig dat die wachtwoorden voor jou aanmaakt. Dus was ik nieuwsgierig welke wachtwoordmanager Brenno gebruikt. Ik gebruik de LastPass voor. Het is een tool en die kun je in de professionele versie, kost die $1 per maand. Nou, dat kun je dan nog net opbrengen. En dan hou jij dus zeg maar in een soort versleuteld bestandje, hou je al je wachtwoorden bij. En elke keer als je dan ergens komt waar je dus moet inloggen, weet zeg maar dat systeem wat je wachtwoord is, maar jezelf weet het niet. Zitten ook weer risico's aan, want het is natuurlijk altijd het afwegen van risico's. Maar het grote probleem is natuurlijk dat als je zoveel wachtwoorden moet onthouden, dan heb je altijd meerdere wachtwoorden op meerdere plaatsen. En dat is gewoon een heel, heel groot risico. Ik ken voorbeelden van mensen die daadwerkelijk, bijvoorbeeld als er een wachtwoord lekt, her en der gaan proberen in te loggen en dan gewoon gegevens gaan verzamelen. En dan heb je en van je Gmail en van bijvoorbeeld je Facebook en van je marktplaats. Nou, dan is het beeld van jou wel heel erg compleet. En waarschijnlijk completer dan je lief van je weet dus, ja.
Okay. Prima, dus zo'n wachtwoordtip heeft zin om het moederpaswoord te kiezen, ja. Maar niet om individuele paswoorden te gaan kiezen. Nou ja, maar je ontkomt er ook niet helemaal aan. Hè? Bijvoorbeeld als je op je werkplek zit van je bedrijf, dan kun je misschien zo'n tool niet gebruiken. En dan word je gewoon gedwongen om eens in de zoveel tijd een ander wachtwoord te kiezen. En dan kan zoiets wel enorm helpen. Het zou misschien te ver leiden, maar je hebt van die toeltjes die in JavaScript werken, die dus gewoon in een HTML-pagina zitten. Ja, maar ik ken ook een heleboel mensen die uit beveiligingsoverweging toch liever geen JavaScript gebruiken. Dat is ook waar. Goed, ja. Hartelijk dank. Er was trouwens daar een meneer die, ja, we doen er nog ook daar nog wat op wilde zeggen, of het heftig oneens. Ja, nog even applaus voor de vorige inzending natuurlijk. Hè. Ja. Goedenavond, Brenno. Marcel Kuiken, Vasco Data Security. Waarom gebruiken we geen two-factor authenticatie? Even uitleggen. We zijn niet bij tech. Mijn Intel PC genereert iedere keer als ik inlog een veilig wachtwoord, wat 32 seconden geldig is. Oh, dus na ingave van een 6-cijferige pincode. Okay. Ja, dus je moet twee keer inloggen? Nee, het logt automatisch in. Maar dat is, dat is heel mooi, maar bij een heel veel websites hebben we die keuze gewoon niet. Ja, inmiddels wel. Ja? Ja, daar hebben we een oplossing voor. Die heet mydigipass.com. Dan kan je eigen bookmarks aanmaken, maar om op de site terecht te komen, de startpagina, heb je altijd two-factor authenticatie nodig. Maar hoe weten we nou dat Digipass veilig is? Ja, kijk, raam wel. Digipass niet. Maar als je inderdaad zo'n handige tool hebt, hoe weet je dan dat veilig is? Want ja, anders verplaats je het probleem. Nou ja, we hebben nu 280 miljoen gebruikers dus. Ja, Google ook. Nee, maar... En gebruikt u internetbankieren? Ja, ja. Waarom zou je dezelfde technologie niet gebruiken om op Google in te loggen? Ja, dat zou wel handig zijn. Precies. Maar de bank doet dat niet. Oké, maar die kant gaan we wel op dus. Dat is al beschikbaar nu. Nou, hartstikke mooi. Is er toch nog een oplossing? Afrondend dan daarop, in ieder geval als je bijvoorbeeld zelf Google gebruikt, is het misschien een goede tip. Google heeft ook de standaardmogelijkheid om twee-factor authenticatie aan te zetten door en je wachtwoord op te geven en af en toe een sms'je te krijgen met een code. Is ook niet perfect, maar natuurlijk een heel stuk veiliger dan je wachtwoord. Ik had vorige week een collega-journalist die me in paniek opbelde, die in zijn trucje was getrapt. En echt eentje waarvan ik dacht van, die overkomt het nooit. Nou, wel dus. Dus inderdaad, ja. Meerdere factoren naast elkaar, hè, dus en een wachtwoord en iets anders, helpt wel. Two-factor identificatie komt eraan. Hartelijk dank. En bedankt, Brenno.